Logisch leren lezen, deel 1, les 21. Bladzijde 45, les 21, het klinkeroverzicht. 1. De enkele klinkers. De dubbele klinkers. De meerletterklinkers. Meerletterklinkers zijn lange klanken. Je hoorde het al in les 15. Er bestaan nog meer klinkers dan de enkele A, E, O, U, I en Y. We schrijven ook met zogenaamde dubbele klinkers. Die kwam je misschien al tegen toen je woorden liet opschrijven en bekeek in de opdracht van les 20. Je zag dubbele A, dubbele E, dubbele O, dubbele U, IE. En die hadden dezelfde lange klank als de alfabetletters enkele A, enkele E, enkele O, enkele U, enkele I. Misschien kwam je ook de Y tegen die ook als de I of de IE klonk. A. Je spelt dubbele A. E. Je spelt dubbele E. O. Je spelt dubbele O. U. Je spelt dubbele U. I. Je spelt IE. Ja, IE in plaats van II. Raar, hè? Niet echt dubbel. Dubbele klinkers hebben precies dezelfde klank als de alfabetklank van de enkele klinkers. Dezelfde lange klank. Ik moet de klank van de dubbele klinker dus niet langer aanhouden, niet langer rekken dan die van de enkele klinker. In welke woorden zie je op deze bladzijde zulke dubbele klinkers staan? Begin bovenaan de pagina. Bovendien zijn er de meerletterklinkers, die we met 2 of 3 of zelfs met 4 letters schrijven. Het zijn vaste combinaties van letters, een klontje letters met een klank die je kunt schallen, luid roepen of zingen. Pagina 46. Net als je dat kan doen met de enkele en met de dubbele klinkers. Omdat je bijna elke dag in de voorbije tijd de namen van de letters van het alfabet oefende, ken je vast al alle klinkers en medeklinkers bij hun naam. Dan wordt het nu hoog tijd om alle meerletterklinkers te leren kennen. Je gaat ze eerst bekijken. Het logisch leren lezen klinkeroverzicht. Kijk maar naar alles wat er staat binnen dit zwarte kadertje. Bij 5 ervan zie je weliswaar een medeklinker aan het eind. Ei, au, au, eeuw, iuw. Hoe heten die eindmedeklinkers? De J en W, inderdaad. Pagina 47.
maar die doen niets af van de klank, want de totale klank blijft luid. Net als bij het alfabet ga je dit overzicht iedere dag hardop lezen. Les 22 vertelt hoe je dat lezen precies moet doen. Meer letterklinkers zijn lange klanken, net als de enkele en dubbele klinkers. Woorden die op een lange klank eindigen zijn bijzonder, want hebben eigen regels. Meer letterklinkers worden ook wel twee klanken genoemd, maar dat vinden wij niet zo'n handig woord, want twee? Meer letterklinkers vinden we een duidelijk woord. Het gaat om meerdere letters, zelfs hier en daar met een medeklinker, de J of de W, die samen een lange klank vormen, dus een klinker vormen.